Ik ben uitgenodigd door het Van Gogh Museum en Hyundai om naar Parijs te gaan, om in de voetsporen van Vincent van Gogh te treden. Ik ga allemaal stops maken op plekken waar hij gewoond, gewerkt, waarschijnlijk ook geslapen heeft. En er stappen elke keer mensen in die me meer gaan vertellen over zijn leven. Nou, dit is een beetje alsof we in een werk van Vincent rijden, hè? Wow. Wat een plek, hè? Blijf het toch zo'n gek idee vinden dat Van Gogh hier overal geweest is. Als ik het goed heb begrepen, dan is dit eigenlijk de laatste plek waar Vincent van Gogh gewoond heeft voor zijn dood.